Het station Schiedam Centrum stond vrijdag vol met wachtende passagiers. Vanwege werkzaamheden aan het spoor tussen Leiden, Den Haag en Rotterdam moesten door de NS vervangend vervoer op dit traject worden ingezet. Er stonden vrijdag echter lange rijen voor dit vervoer. De capaciteit van de bussen die de NS had ingezet was niet voldoende voor de stroom reizigers die hiervan gebruik moest maken. Het was zo druk dat de ingang van het station door de wachtende reizigers werd geblokkeerd. Hoe lang is het vertraagd? Hoe lang? Het is half. Het is echt 20, 30 minuten langer of zo gewoon. Zorgt het niet voor problemen bij jullie? Jazeker, ik was vanochtend te laat voor school dus. Ja, weet je dat? Reageer je vaak aan de NS? Ja, de NS heeft heel veel fouten, vind ik dan. Maar ja, kan je eraan doen, hè? Ga je nu naar je werk of school? Ik ga nu naar huis. Dus dat kan ik niet echt te laat voorkomen, dus daar ben ik wel blij mee. Nou, ik denk 25 minuten, maar we waren eerst door de app naar de andere kant van het station gestuurd. En dan moesten we links gaan staan. En toen bleek links rechts te zijn. En uiteindelijk moesten we hierheen. Ik ben onderweg naar Delft, waar ik college heb. Wie zie je dat vandaag in treinen reden? Mijn moeder had me op de hoogte gebracht. Ja. Dus ik wist het wel. Ik had ook een trein eerder gepakt, maar okay. Volgende keer twee treinen. En heb je wel de posters zien hangen de afgelopen weken? Let je daar niet op? Ik heb ze zien hangen, ja. Dus ik was wel op de hoogte. Toch had je je moedertje nog nodig, hè? Ja, een zorgzame waarschuwing. Chaos, hè? Ja, flink. Heel druk op de weg. Ja. En je verliest zomaar een half uur, drie kwartier. Je kan niet een omweggetje maken, dat helpt ook niks. Hoe houdt u het hoofd koel dan? Want u zal wel een bus vol met geagiteerde mensen hebben gehad. Rustig blijven. Doorademen. Ben oud genoeg. Ja. Vervelend? Nou ja, we doen rustig aan hoor. Verstandig. Als er maar een bus komt. Hè? Nee, stress leidt tot niets, hè? Je hebt er niks aan. Een leuke ochtendspits. Ja, je stond niet alleen in ieder geval. Nee. Ik had maar niet echt veel vrienden. En mensen lezen niet, dat is het grootste probleem. Plus dat je ook afhankelijk bent van de drukte op de snelweg. Ja, en hier stond het vanochtend, hier op de ring stond het ook vast. Ja, dan zijn de bussen helaas weg. Ongelooflijk, hè? Alsof ze niet weten hoeveel mensen er normaal per dag doorheen gaan. Nee, maar de reizigers, die hadden het toch kunnen weten? Ja, maar ik sta hier toch ook netjes? Maar ja, dan moet er wel een bus komen. Nou ja, het is gelukkig droog, anders had u nat gestaan ook nog. Ja. En was nog een leuker praatje geworden. Nee, ik wens u een hele fijne dag toch. Oké. Dag je niet gelachen, dag je niet geleefd. Nou, leg me dan maar onder de grond.